Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. In deze aflevering gaan we nog even 5 extra puzzels halen, zodat we naar Bronef kunnen. Ik kan niet eens praten. Welkom bij een nieuwe aflevering, want ik kan niet praten. Borden vol aardbeien, kaboom. Tijd voor het toetje. Je hebt een grote berg aardbeien en 4 kinderen, A tot en met D, om ze aan te geven. Oké. Makkelijk zou je denken, maar deze kinderen zijn erg kieskeurig over hoeveel aardbeien ze willen. A. Ik wil er minder dan B. Oké. B. Ik wil er 3 keer zoveel als dat C krijgt. Wat? Ik wil er 5 minder dan A, zegt C. En D zegt, ik wil er half zoveel als A. Kun jij de fout in ieders tevredenheid verdelen als je een gedachte houdt op welk bordje tot 9 aardbeien passen? Oké. Zo, je gaat hier voor 9, hè? Dan, kan je er C3 geven? 5 minder dan A. Dus dan kan je er daar 8 neerzetten. En ik wil half zoveel. Dan zou dat dus 4 zijn. Volgens mij is dit het. Easy win, boys. Oké, okay, oh, nice. Het was goed. Eekhoornhuisjes is de volgende puzzel. Oké. Okay. Oh nee, niet weer deze. Deze 3 eekhoorns zijn op weg naar huis. Overal in het bos zijn de plekken waar eikels liggen. Hebben we deze niet al gedaan? Ja, toch? De 3 eekhoorns gaan 1 voor 1 naar huis. Ze beginnen met de eekhoorn bovenaan. Als ze allemaal thuis zijn, hebben ze hetzelfde aantal eikels verzameld. Welke route neemt elke eekhoorn? 4 plus 4 is 8, plus 2 is 10, plus 2 is 12, plus 8 is 20. 6 plus 7 plus 7 plus 7 is ook 20. 8 plus 6 is 14. Dat kan al niet. Nee. Twintig is dan al niet handig, denk ik. Laten we 19 proberen. Zes. Vies is 18. Dit. Nee. 6 plus 6 is 12. Nee, opnieuw. 4, 8, 10. Zes, twaalf, 14, 22, 8, 22, 8, 8. Oh, dat kan niet. Oké. Als we zo zien dat het al 71 eikels zijn, betekent dat je krijgt 23. Met een restant van 2 eikels.
Je weet nu welke eekhoorn minder dan 24 eikels. Dat elke eekhoorn minder dan 24 eikels zal verzamelen. Ja, dat snap ik. Dat wist ik al. Op de eerste eekhoorn. De eerste eekhoorn is degene die de eikels op open plek helemaal in het midden wegsnijdt. Dus dan zit je sowieso zo. Dus je zit sowieso op 10. Nou, 14, 21. 6, 13. 15. Nee, dit is het ook niet. Twaalf, twintig, zes, twaalf, zestien. Nee, is het ook niet. Nou. Nog een hint. De tweede eekhoorn komt slechts langs één open plek waar een andere eekhoorn alle eikels al heeft weggehaald. Ja. Drieëntwintig. Dus dat kan ook niet. 6, 12, 14, 22. En dit was 10. Dit was 10, 14, 21. Dus het, oh, wacht. Die, ja, zo. Maar dat hadden we net ook. Maar ik kan met hem geen 22 maken. Toch? Nee, met hem kan ik maar 20 maken. De derde eekhoorn komt langs twee open plekken waar de eikels al zijn weggehaald. Verzamelt een totaal van 22 eikels. Ja, dat wist ik. 8. 13. 20. Die heeft dus niet genoeg. 22. Dus 10, 14, 22. Dat moet wel zo. 22. Is het 6, 13, 15, 22, 8. Plus 6 is 14. Plus 8 is 22. Hè? Dit is hem, denk ik. Het duurde even, maar we zijn er. We hebben er maar 8,5 minuut over gedaan. Dat spoort niet, net als jou. Of jij, net als jij bedoel ik. Jij spoort ook niet. Dat spoort niet. Een van de onervaren treinmachinisten was vergeten dat hij zijn wagons aan het eind van de dienst moest parkeren. Hij heeft ze daarom maar aan de andere kant van het depot neergezet en is naar huis gegaan. Jij zult zijn fout moeten herstellen en ze neerzetten waar ze horen. Vlak naast de trein op het bovenste spoor. En in precies dezelfde volgorde. Oké. Bestuur de locomotief en los deze puinhoop op. Oké. Oh shit, in dezelfde volgorde, kutzooi.
Tada. Dat is hem. Dit zou het moeten zijn. Die puzzel is me goed bevallen. Het is een beetje parkeren en zo, maar het lukt makkelijk. Nog 2 puzzels en dan kunnen we door. De botenbouwer. Oh jee. Een botenbouwer heeft een opdracht voor 6 roeiboten. Voor elke boot zijn 10 boomstammen nodig. Gelukkig heeft hij op de houtwerf precies genoeg hout op voorraad. Maar de botenbouwer moet het hout wel per 4 aangrenzende pallets verkopen. Ik heb het gevoel dat ik deze puzzel een keer gedaan heb, maar misschien is dit wel, had ik alleen deel 2 gedaan. De pallets hebben geen vast aantal stammen. En om het nog moeilijker te maken, is het niet bekend hoeveel stammen een van de pallets heeft. Alleen dat er niet meer dan 5 zijn. Oké. Verdeel het timmerhout in 6 ladingen van 4. Met elk 10 stammen. Hoeveel? Welke stam? Jaap stammen. Oh. 6. Oké, dat is 10. 6. Dit is 10. Dit is ook 10, denk ik. Nee, ik kan niet meer tellen. Dit is hem. Kabooming. Ik ben benieuwd. Nice. Die had ik mooi goed. Die had ik mooi goed. Inderdaad, Ash. Nog eentje. Dieven in touw. En dan kunnen we eindelijk Bronef verslaning. Jongens, moet je hier eens naar luisteren. Een paar dieven dachten dat het slim zou zijn hier vanavond in te breken. Mooi niet. Wedden dat ik ze kan vangen met dit ene touw. En ik laat ze ook niet met hun vieze vingers aan de juwelen zitten. Oké. Okay. Verbind het touw met alle palen in de tentoonstellingsruimte om de dieven met één grote lus van de juwelen te scheiden. Een paar stukken touw zijn al aangegeven. Zo. Zo. Thank you.
Even kijken. Verbind de palen zoals hieronder getoond wordt. Waarbij je oplet dat je blauwe juweel buiten de lucht blijft. Ja, dat is wel een beetje zoals ik hem inderdaad had bedacht. Oké. Okay. Hier kunnen we een heel eind mee komen. Zo. Nee, want zo neem je dat hartvormige juweel mee. Dat is ook niet de bedoeling. Zo, volgende hint. Zo toch? Ja. Dat is hem toch? Oh, alle palen. Alle palen zijn verbonden nu. Dit is hem. Yes, we did it. Het lukte. We gingen over de bergen en door het moeras. Ja, het lukte. We hebben 75 puzzels volbracht. Nu kunnen wij lekker naar Bronevski. Jij komt hier praten tegen mij? U bent weer terug. Laat me eens kijken of u wel gekwalificeerd bent om de baas te spreken. Zo te zien heeft u de verplichte 75 puzzels opgelost. Goed, ga maar naar binnen dan. De baas wacht. Die man, die Macintosh toch? We hebben wel vaker van die lastposten die geen bevelen kunnen opvolgen. Vroeg of laat proberen ze allemaal te vluchten. Hij wilde zijn vrijheid terug. Dat kan ik hem niet kwalijk nemen. We staan op het punt de macht van de grootste beschaving ooit te ontdekken. Alleen een idioot laat dat zomaar achter. Een idioot of een zwakkeling. Snapt u het niet? Targent zou nooit zover zijn gekomen zonder de kracht en autoriteit te gebruiken. Maar jullie ontvoeren mensen. En zij hebben het geluk om mee te mogen doen aan onze glansrijke missie. Targent's sterkste punt is zijn militaire macht en buitengewone man. Die macht gebruikt. Commandant Baronev. Ik verloor mijn zelfbeheersing bijna. Nou ja, maakt niet uit. Jullie snappen het vast als jullie de baas spreken. Ga nu. Goed. Even opslaan. Een Baronev wacht op ons. Zodra we door die deur stappen, is er geen weg meer terug. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Wij zijn er klaar voor de volgende aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Voor dit een leuke aflevering. Doe een duimpje omhoog en dan gaan we de volgende aflevering Baronev verslaan. Adios, amigos.